Hallo, bonjour. Hoi, ik ben Willem. En ik ben Pieter. Wij maken samen het VPRO jeugdprogramma De Proefkeuken. Ja. Maar we zijn hier voor je iets heel anders, namelijk om je even te wijzen op het feit dat ZEP echt gebeurt, zo'n leuk programma is op de zondagavond. Ja, dat is een enige jeugd... Wat is het nou? Documentaire platform. Dank u. Officieel kan je zeggen jeugddocumentaire platform. Maar het komt er dus op neer dat alle verhalen die gefilmd worden echt zijn gebeurd. En dat is heel leerzaam, grappig en soms ontroerend. Piet. Ja. Dan ben ik wel heel benieuwd naar jouw documentaire. Nou, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Nou, bij deze. Nou, de documentaire die op mij het meeste indruk heeft gemaakt, dat was toch wel, geloof ik, gewoon YOLO. En dat gaat over Björn. En Björn die heeft progeria, dat is een verouderingsziekte. En daardoor kan hij heel weinig, omdat hij lichamelijk zo is beperkt. Maar ondanks dat blijft hij zo ontzettend vrolijk. En hij zegt onder andere in die documentaire, als ik een beetje sip ben, dan kijk ik niet wat ik allemaal niet kan of niet heb, maar dan kijk ik naar wat ik wel kan en wel heb. En dat, daar denk ik nu ook heel vaak aan als ik een beetje neerslachtig ben. Dus eigenlijk... staat hij heel positief in het leven en dat helpt hem dan weer verder. Ja, heel kort uit de bocht zou je dat kunnen zeggen. Maar je moet hem gewoon zien. Ja, En jullie ook, als je tijd hebt in ieder geval. Het is weer wat anders dan vloggen. Ik denk niet van wat ik niet kan. Maar ik denk over wat ik wel kan. En school is daar één van. Dat vind ik heel erg leuk. Deze documentaires en nog veel meer vind je op de website zep.nl/echtgebeurd. Ja, en kijk of kijk niet, van beide krijg je spijt. Ja.